Veel mensen zijn in de veronderstelling dat ze duurzamer en gezonder kunnen leven door minder dierlijke en meer plantaardige producten te eten. Deze gedachte is gebaseerd op de aanname dat dierlijke producten veel CO2-uitstoot veroorzaken en dat plantaardige producten een milieuvriendelijk alternatief zijn. Maar is deze aanname wel juist? Dierlijke producten bevatten een aantal belangrijke voedingsstoffen. Zuivel levert bijvoorbeeld calcium, eiwitten, vitamine en mineralen. Wie minder dierlijke producten wil consumeren, heeft veel plantaardige producten nodig om het gemis aan deze voedingsstoffen te compenseren. De wetenschappelijke rekentool Optimiel laat zien welk effect een alternatief voedingspatroon heeft op de CO2-uitstoot. De rekentool bevat gegevens van ruim 200 voedingsmiddelen over de CO2-uitstoot, de voedingswaarde en de verkoopprijs. Bij het verminderen van een productgroep zoals vlees, brood of zuivel berekent Optimiel een alternatief voedingspatroon dat voldoende voedingsstoffen bevat en dus net zo gezond is. Daarnaast berekent Optimiel wat de CO2-uitstoot van dit alternatieve voedingspatroon is en het effect op de kosten van de boodschappen. Laten we eens naar de resultaten kijken. Bij het gebruik van Optimiel zien we een aantal opvallende uitkomsten. Kiezen voor minder zuivel laat bijna geen vermindering van de CO2-uitstoot zien. De kosten van een vervangend voedingspatroon zijn wel hoger. Verrassend is dat een voedingspatroon met veel meer groente niet minder, maar juist iets meer CO2-uitstoot veroorzaakt. Ook hier liggen de kosten aanzienlijk hoger. Een voedingspatroon met minder vlees heeft een significant lagere CO2-uitstoot. De kosten stijgen iets. Kortom, kiezen voor minder dierlijke en meer plantaardige producten leidt niet altijd tot een duurzamer voedingspatroon. Wil je gezond en duurzaam eten? Dan is een goed advies: eet volgens de schijf van 5.